Breda Nu. Je weet het meteen. Familie is voor veel mensen van onschatbare waarde. En daarom riep de Verenigde Naties 15 mei uit tot de dag van het gezin. Maar wat betekent het gezin voor de Bredanaar? Ik vind het heel fijn om tijd met mijn gezin door te brengen. En het is nu even een momentje van rust. Ik heb maar tot mijn 12e jaar in een gezin gewoond en ik heb zelf nooit een gezin gehad. Ik heb wel een dochter, maar ik heb geen gezin gehad. Gewoon even lekker door de stad, het park, de kleine en de andere kleine. Dus ja, en de oudste zit op school. Dus het betekent eigenlijk niet zoveel voor mij. Het is iets wat ik nooit echt ervaren heb, wat een gezin betekent. Ja, dat is het belangrijkste wat er is, toch? Dus lekker samen zijn, samen op vakantie, samen leuke dingen doen. Ik heb geen gezin, ik heb twee katten, dat is mijn gezin. Gewoon een familieband is heel prettig, om dat samen te hebben en samen dingen te beleven. Ook toen ze klein waren en nu als groot zijn ook precies hetzelfde. Maar betekent het dus niks. Ja, nou als je straks zelf een keer gezin hebt, dan begrijp je dat ook wel. Vooral maar je moeder. Ik kan me voorstellen dat voor anderen wel die een gezin hebben wel wat betekent hoor. Maar is niet voor mij. Breda Nu. Je weet het meteen.